wat het dus doet met ze, dat ze weinig rolmodellen hebben of oordelen horen, is dat ze gewoon veel te laag verwachtingen hebben van zichzelf. Zich veel te laag inschalen. Gewoon denken dat ze veel minder waard zijn. Nou, wat ik echt van mijn ouders heb meegekregen is een enorme open-minded houding. Dat geen mens raar is en geen mens hetzelfde. En dat iedereen oké is op zijn of haar manier. Waarom zijn we hier? Wat doen we hier? Waar gaan we heen? Waar word je blij van? Wie ben je? Dat soort vragen kregen we dus bij het kampvuur eigenlijk na het rouwen van mijn broer. En door die vraag was ik enorm geraakt. En toen dacht ik, hier wil ik echt mee gaan doen. Want hoe leuk is het? Het waren namelijk ontzettende mooie gesprekken eigenlijk. Van waar geloof je in en waar sta je voor? Ik kreeg er niet weer kippenvel van. En dat maakt dus dat ik toen dacht, ja, hier wil ik meer mee gaan doen. Het beeld gaat inderdaad dat er over mbo-jongeren niet heel positief wordt gedacht. En ik kan me ook wel bij voorstellen, want wat er van mbo-jongeren naar voren komt, is niet altijd positief. En ik kan me ook goed voorstellen, als je dus niet zo goed aan grote groepen jongeren bent gewend, zeker met kleur. En je komt bijvoorbeeld bij ons beneden in de aula binnen en er zitten 4000 jongeren op school. En je ziet zo'n grote groep jongeren zitten met grote jassen. En ze spreken misschien een andere taal, dat dat best wel imponerend kan overkomen. Dat kan ik me echt wel bij inleven. Ja. En er zijn heel veel mensen die anders spannend vinden en eng vinden. Ja, mijn beeld is dat niet omdat je gewoon jongeren leert kennen. En dan zijn het gewoon net zoals jongeren zoals jij en ik waren. En ook op zoek naar het leven en wat zijn we aan het doen. En ook verliefd. En ook spijbelen en met je ouders ruzie. Dus alleen zijn soms jongeren wel met heel veel bagage. Ja, veel te veel bagage. Ik hoor echt te veel verhalen. Ik denk, lieverd, je bent met 16. Hoezo maak je dit soort dingen allemaal mee? Wat het dus doet met ze, dat ze weinig rolmodellen hebben of oordelen horen, is dat ze gewoon veel te laag verwachtingen hebben van zichzelf. Zich veel te laag inschalen. Gewoon denken dat ze veel minder waard zijn. En eigenlijk wat ik nog erger vind, is dat ze het niet meer boeit. Ik denk dat ik dat het ergste vind. Het boeit ze niet meer. Als ik met ze over discriminatie praat, ik krijg een zucht. Juf, het is zo. We weten het. Ja, we worden opgepakt bij de metro. Ja, dat je dus jezelf ook gaat inschalen. Ja, dit is dus mijn leven. En dat vind ik echt, echt heel erg, want dit is onze toekomst. En als zij denken dat dit het zo is, Jezus. 500.000 jongeren per jaar zitten op het mbo. 500.000. En als zij denken dat dit hun toekomst is, ik vind dat we ons kapot moeten schamen. Ik weet dat ik in het debat ging en toen lag er zo, hadden wij de eerste rij, was voor ons gereserveerd. En lag ook gewoon op gereserveerd. En ik zei tegen ze, jongens, dit is van ons. En daar zat één keurige, chique dame. En de jongen kwam toe, juf, ik denk niet dat ze er mogen zitten. Ik zei, waarom niet? Nou, er zit een mevrouw. Ze lieverd, maar dat is gereserveerd. Dus hey. Ja, maar er zit al een mevrouw. Onze jongeren hebben echt, de jongeren die ik begeleid moet je zeggen hoor, dit zijn niet de Nederlandse jongeren, denk ik. Wij hebben echt een generatie op dit moment, de 16-jarigen die 3 talen vloeiend spreken, in een grote stad bijvoorbeeld minimaal 3 talen, hebben echt een gevoel, wij tellen gewoon nog niet mee. En niet omdat je 16 bent, maar omdat je dingen moet incasseren van premiers, omdat je minder banen voor je zijn. Als je niveau 1, 2 hebt, zijn er echt gewoon minder banen. Omdat er over je wordt gesproken, niet met je. Dus het raakte mij heel erg dat zij gewoon dachten, wij mogen hier niet zitten. Ik wil niet per se het wiel opnieuw uitvinden. Ik wil gewoon mensen verbinden aan elkaar eigenlijk. Ik zou heel graag bedrijven willen stimuleren en motiveren om maatschappelijk betrokken te zijn, om jongeren te betrekken. Om samen over werk en over inclusiviteit na te denken eigenlijk. En dat we dus die 500.000 jongeren per jaar in Nederland een plek kunnen geven waar ze zich thuis voelen, waar je mag zijn en waar je op jouw manier iets kan bijdragen aan de maatschappij.